Hey, wat leuk dat je kijkt. In deze vlog gaan wij naar Hatten Natuurreservaat. Daar kun je een mooie wandeling maken en we zagen daar ook voor het eerst bosbessen in de natuur. Die hadden we nog nooit gezien, alleen maar uit die bakjes van Albert Heijn. Dus een hele beleving als je velden vol met bosbessen ziet. Kijk je weer gezellig mee? In Zweden zie je vaak grafmonumenten. Hier ook waar het bordje bij staat. Anders Johan Johansson is op 15 februari 1901 om het leven gekomen. Doordat hij met een slee kolen aan het rijden was. En door een kolenschok viel de lading om en stikte hij onder de kolenmassa en de kolenstof. Steenkoolwinning was destijds een belangrijke bron van inkomsten. Omdat het niet zoveel woog, was het belangrijk om zo groot mogelijke volumes mee te nemen. Daarom werden er speciale kolentreinen gemaakt die gevlochten werden van wilgetakken. Die waren heel breed en hoog, waardoor je dus gewoon heel veel kon meenemen. En dit krijg je dan als hij per se zelf het hele rondje wil lopen en niet in de rugtas wil. Helemaal toteloos. Nou, gelukkig kwam het goed en was hij de volgende ochtend weer springlevend. Maar ze worden echt wat ouder. Zelfs Rivka die was er helemaal moe van. Dat kunnen ze toch lekker chillen, hè? Goedemorgen. We gaan vandaag koers zitten. Prut maken. Ga je laten zien. De peperkorrel die komt verbrand. Dus wat zijn we precies aan het maken? Dit staat nog eventjes een beetje na te pruttelen. Ik heb, hoe heet het ook alweer? Ik ga even spieken. Even het recept erbij pakken. Kijken. Silted zucchini. Oftewel ingelegde courgette, gele courgette. Zit klaar in de pot, heeft 4 minuten gekookt. En waar heeft het dan ingekookt? Even kijken. Water, azijn, suiker, zout, peperkorrels, kruidnagel,
hoe heet het ook weer? Gember en mosterdzaad. Dus nu staat dit nog even na te koken. En dan gaat het zo bij. En dan gaat het er nog weer in de koeling. En dan gaan we dat morgen eens proeven. Wordt vervolgd. Terwijl ik lekker op een winderige dag bezig ben, wordt ondertussen de was opgehangen. Ik ben lekker in de keuken bezig met je oogst van de buurvrouw aan het verwerken. Kijk. Een man kan de was doen.
Hoi. Wat gaan we doen? Wandelen. Waar wandelen we naartoe dan? Naar mijn huis. Oh. Mooi rondje gedaan? Maar dat heb je al. Je weg gaat van huis, hè? Ja. Maar ja, op weg naar huis. Klopt. Dus je rondje loopt wel. Vierkantje ook, hoor. Nou, we gaan weer. Jo, doei. Doei. We gaan voor safety first. In plaats van de winterjassen hebben we werkjassen in de auto gegooid. Je weet nooit. Aangezien het hier aarde donker is, komt dat nog wel goed van pas als er een windje staat en een beetje regen. Lekker warm, zeg maar. Bedankt voor het kijken. Vind je de video's leuk? Doe even een duimpje omhoog, laat een reactie achter en abonneer je zodat je de volgende niet mist. Hey door!